Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag weer een video over Minecraft. Of nou ja, niet over Minecraft, maar in Minecraft. En ik ga jullie laten zien wat we de afgelopen week hebben gedaan. Ten eerste heet de stad Abbeytown. Ga alsjeblieft naar binnen. Dit is de spanplek. Als je hier binnenkomt, dan zie je dit. Er zijn hier chests, die zijn gewoon leeg. Allemaal. Op hier allemaal regels. En dit zijn de dingen die je krijgt. En diamond is het betaalmiddel. Kijk, banners met Abbeytown heb ik zelf gemaakt. Goed. Dingen heeft hier een kippenboerderij. Hier zijn mensen bezig in het huis dat dus van Lily is. Dat is Lily's huis. Nou goed, hier is mijn banner shop. En hier is mijn huis. En die moet nog afgemaakt worden. Maar dan hebben we hier mijn super deluxe zwembad. Samen met Tindra gemaakt. Tindra helpt me heel graag. Dan heb ik hier een rondtollend paard. En gelukkig is dat niet Sugar. Maar dat is het velletje van deze twee. Lightning en Sugar. Sugar. En hier een stalletje reservoir. Dat veulentje. Dat nu volwassen is. Moet ik nog even kijken wat ik daarmee doe. Heb ik hier een ezeltje. Die heet Donkey. Donkey van Suki Abby. Sorry, dat was mijn muis. Oké, dan hebben we hier een uitkijktoren. En dan kun je dan via deze kant inklimmen. Het ziet er heel gehandicapt uit met die lianen, maar ja. Oké. En dan kun je hier een beetje over de stad soort van kijken. Niet helemaal, dat kun je eigenlijk vanaf daar zien, maar ja. Goed, dan is hier een molen. En het graanveld. Hier de koopstallen. Oh ja, en ik heb nu trouwens betere wifi. Dus ik zal niet iedere keer eruit worden gestuurd. Dan hebben we hier weer het terrein van Anna. En ik weet eigenlijk niet meer zo heel goed wat ik vorige keer allemaal heb laten zien. Maar ja. Dan is hier een experimentje. Een ezel met een paard. Dat wordt een muilezel. En muilezels zijn altijd bruin in de game. Dan hebben we hier ezelverkoop. En muilezelverkoop. Maar volgens mij denken ze dat dat gewoon ezels zijn of zo. Goed, dan hebben we hier een springbak. Niet echt heel bijzonder of zo. Maar ja, hier de manege. En heb je hier allemaal paardjes. En zoals je ziet staan de namen en van wie die is staat erboven. En dan hoe hoog die kan springen maximum en de snelheid. En hier staan dan allemaal eigen paardjes. Leeg, leeg. Magical feeling van Anna. En Apple, ik heb geen idee waar die knol is, maar die kan gewoon 4 blokken hoog springen. Hier staat die niet. Staat die hier? Laat hem alsjeblieft hier staan. Oké, hier staat die ook niet. Nou ja, maakt niet uit. Dan. Paddocks. Een buitenpleintje, het huis van Tindra. En ja, dit wordt niet zo'n hele lange video, maar ja. We hebben de stad dus uitgebreid. Hier zit nu ook een heel pad langs. En hier is Tindra's huis. Ik vind hem echt huge. Hier is haar reservoir. Zo te zien is ze bomen aan het maken. En voor de zoveelste keer ben ik weer eens verkouden. Oh, ik sta op een boom. Oké. Hoi, Tindra. Mooi groot huis. En ik heb geen idee wat dit moet voorstellen, want je kan er toch niet op. Dan is hier hetzelfde. Maar ja. Dan hebben we hier een soort van brug. Oké, wordt genegeerd. Met een grot.
water met een lamp erin. Of met lava. Lava onder glas. Vuur onder glas voor het licht. Hier weer lava. Hier verboden te hakken. Zitten hier allemaal dingetjes. En dan komen we aan de kant van het dorp dat bij de stad hoort, dat door spelers is gemaakt. En ik heb geen idee waar dit op slaat, maar goed. Oké. En volgens Anna bouwen ze in Hypixel. Als je Hypixel kent, dan moet je het maar eventjes zeggen. Dat vind ik wel grappig. Dus ja. Ja, dit is dus een beetje hun dorp. Ik heb geen idee wat ze hiermee willen bereiken. En sorry als je me slecht hoort, maar ik kan echt niet harder praten. Om verschillende redenen. Even de wereld laden. En zoals je ziet ben ik een dak aan het maken op mijn banner shop. De enige banners die ik tot nu toe heb gemaakt is die banners van Abbeytown. En hoe heet het? Ik kreeg van Hilda van Star Stable kreeg ik de vraag wat banners waren. Nou, banners, dat zijn dus vlaggen waar je dan dingetjes op kan zetten. Zoals letters, maar ook heel veel andere dingetjes. Dus ja. Dat was weer een beetje vervelend. Doet hij weer. Nou, ik zie dat er hele dingen in de hele server niet goed gaan. Dus, ja. En er is de strengste geraden hier te komen. Maar dit is gewoon net een kasteel. En eigenlijk kan dat dus niet. Ik haat dit zo erg. Want kijk, op de een of andere manier kan ik hier dus niet naar binnen. Ik weet niet of dat nou aan mijn wifi ligt, aan de server ligt. Maar ik word heel de tijd terug geteleporteerd. En als het nu nog een keer gebeurt, dan is het dus van de server. Ik bedoel van de wifi. Kijk, die bedoel ik. En er gaan ook steeds mensen weg. Dus ja. Maar hier is dus mijn huis. Heel misschien ga ik er nog een verdieping op zetten. Maar dat weet ik nog niet. Ik heb zo'n klein huis. Maar ik ben er blij mee. En ik heb eigenlijk ook niet echt een groot huis nodig. Omdat ik toch meestal andere dingen doe dan thuis zijn. Oké. Als ik dan toch echt moet stoppen, dan... Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie deze nieuwe rondleiding video leuk. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. Want bij de 50 abonnees ga ik een speciale video maken in Minecraft of in Star Stable. Dat weet ik nog niet. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!